Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de tweede aflevering van Robin Smalltalk. De aflevering waar Erik het spel moest verlaten. Eigenlijk hadden we dit toch wel enigszins aanzien komen. Eigenlijk een beetje omdat hij een soort van eigen spel speelde en niet heel erg met de groep meedeed. Natuurlijk is het jammer, want ik zag hem wel graag in deze serie. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. En dan is het natuurlijk alweer tijd om de tweede aflevering te gaan bespreken. Het was een hele bijzondere aflevering waar Joshua natuurlijk de verkeerde portofoon heeft gebruikt. De Blacklight Ballerina's de opdracht toch wel erg spannend maakte. En natuurlijk in de laatste opdracht waar ze een voorbeeld moesten nemen aan Lakshmi en Marije. Om daar gelijk op verder te gaan, de titel van de aflevering was Voorbeeld. En daar gaan we dan ook gelijk mee beginnen. Als we het woord voorbeeld letterlijk nemen, dan weten we dat René tijdens de intro voor het beeld stond, ja, welke hier nu te zien is. Dit zou nog wel eens een hint kunnen zijn, zeker in het achterhoofd houdende dat de tekst tijdens de opdracht Moltenbijken gelijk was op de bordjes langs de weg en het bord waar ze wel of niet op moesten schrijven. En dan hebben we natuurlijk ook de laatste opdracht waar Lakshmi en Marije het goede voorbeeld gaven bij de eerste truck hoe ze moesten rijden. Zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden te noemen, maar dan zijn we morgen natuurlijk nog niet klaar. Dus gaan we lekker door naar opdracht 1. De titel van opdracht 1 was Om de tuin leiden, waar 2000 euro verdiend kon worden voor de pot. Maar uiteindelijk zijn ze geëindigd met 700 euro. Hier zijn mij een aantal dingen opgevallen, namelijk de volgende. Uiteraard natuurlijk de welbekende fout van Joshua, door de portofoons om te wisselen. Garage for lorries and tractors, so it was devastated, totally devastated. Oh, omgedraaid. Hij heeft de vorige afleveringen ook wel meer toevalligheden gehad en hij is ook wel erg aanwezig op sommige momenten. Wil hij hiermee een zeer gedurfde mol zijn of is het een slimme kandidaat? En natuurlijk Florentijn met zijn actie dat hij niets weet. Hij koos voor het geld, maar hij wist dat er geen geld in de pot zou komen. En hij maakt met deze actie zichzelf heel erg verdacht. En natuurlijk René die het foute antwoord gaf, waardoor ze niet de joker kreeg, maar wel 700 euro in de pot speelde. Het is dan ook wel opvallend te noemen hoe René dan ook hiermee te werk gaat. Zou zij de mol zijn en probeert ze hiermee de aandacht af te leiden door eigenlijk handig gebruik te maken van de situatie welke Florentijn heeft gecreëerd. En dan als laatste punt is de duimpjes van Lakshmi. Slim bedacht natuurlijk. Deze stond niet op het lijstje waar ze geld mee konden verdienen. En deze noemde René wel. En daardoor kon zij dus de joker niet krijgen. Maar wel kon de geld daardoor in de pot komen. En is dus ook eigenlijk dan wel een hele slimme kandidaatactie van Lakshmi. En dat is voor mij ook wel een beetje reden dat ze steeds minder verdacht wordt voor mij. En dan gaan we door naar opdracht 2, ook wel de dansontspringen genoemd. Dit was een opdracht die ik nog niet eerder in zo'n hoedanigheid heb gezien. En het was ook wel echt een hele toffe opdracht waar ik ook met veel plezier naar heb gekeken. Ook tijdens deze opdracht konden ze 2000 euro verdienen. Maar helaas bleven ze steken op 400 euro voor de pot. Tijdens deze opdracht waren Lakshmi en Rocky goed bezig. Lakshmi was als verkenner de enige overgebleven. En Rocky heeft ervoor gezorgd dat er 400 euro in de pot kwam. En daarbij was natuurlijk ook de ballerina-verspreking van René. Capitulatie. Ja. De gele ballerina bewaart haar geld links. En de andere was het trouwens links? Even ja, dat was de eerste. En de tweede was de gele ballerina bewaart haar geld in het midden. De rode ballerina bewaart haar geld links. Al deze foutjes bij elkaar opgeteld van René krijg ik wel steeds meer een merelgevoel. Deze kleine onbenullige dingen waardoor ze door niemand wordt verdacht. En dan zal je echt aan het einde zal je zien dat René dan hierdoor de mol is. Zoals ik de vorige aflevering ook al zei, het is nog te vroeg om te zeggen wie de mol zou kunnen zijn. Het is ook nog te vroeg om te zeggen dat René de mol is. Maar ik ga haar zeker nu meer in de gaten houden. En natuurlijk aan het einde van de opdracht waar Joshua aangaf dat hij een joker had. De gangen vol jokerslagen en dat niemand er één heeft gepakt. Ik heb er eentje gepakt. Maar jij bent af. Dus die ben je kwijt. Die ben jij kwijt. Prima. Alles wat je pakt ben je kwijt als je afgeschoten wordt. Als kandidaat lijkt het mij niet dat je zoiets zou zeggen, want de jokers werken natuurlijk in je voordeel. Ja, wat mijn idee hierachter is, en laat het weten als je het uiteraard hier niet mee eens bent,
is dat hij bekend wilde maken dat hij een joker had en wist dat hij deze kwijt was, zodat hij niet verdacht zou worden door de kandidaten. Dat is een theorie. Ja, het is natuurlijk een wilde gok zoals altijd. Het zou wel een hele goede molactie kunnen zijn. En dan zijn we alweer aangekomen bij opdracht 3, genaamd symbolisch bedrag. Ik moet zeggen dat het wel een vrij chaotische opdracht was waar €2100 verdiend kon worden. Maar uiteindelijk €700 voor de pot is bijgekomen. En zoals bij iedere opdracht zijn er ook weer opvallende dingen. Bij de borden hebben sowieso Joshua en René één fout gemaakt. En geeft Marije de verkeerde instructie door als Splinter. Waardoor Erik zoiets heeft van dat je moet opletten. Want dat was namelijk niet gezegd. Zeg, kan je toch één keer zeggen, Florentijn? Links onderin, naar rechts bovenin, linkerbovenop. Vierkantje. Nou, die had ik gezien. Die stond aan het begin. Maar Splinter stuurde mij naar een ander groen bordje. En dan blijven er helaas nog een aantal bordjes onbekend. Welke er omgereden zijn en welke er niet goed waren, omdat het niet duidelijk in beeld is gebracht. In ieder geval een hoop chaos en onduidelijkheid. En dat is dan ook waar ik het voor nu bij ga laten. En dan zijn we alweer aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. Aflevering, zoals ik aan het begin al zei, waar Erik het spel moest verlaten. En dan, voor wie ik nu verdenk, is er eigenlijk niet heel veel veranderd. Namelijk nog steeds René, Joshua en Florentijn. Wie af is gevallen is Lakshmi. Omdat ze voor nu bij de ballerinaopdracht als laatste overbleef. En in de laatste opdracht in de truck zijnde konden ze ook niet heel erg mollen. En daar gingen, ondanks alles, ook een hoop fout. Daarbij verdenk ik René nog steeds wel, omdat ik bij haar, zoals ik eerder ook aangaf, steeds meer een middelgevoel krijg. Joshua met de joker was een erg opvallende actie. Florentijn vanwege zijn antwoord in de eerste opdracht natuurlijk. En hij maakt zich wel hier heel erg mee verdacht. Maar ja, misschien was dat ook wel zijn strategie. En dat is waar ik het dan nu ook voorbij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, ja, laat dan een duimpje achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet de belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.